Oh, Jorik, even kijken. Jorik, wat snel! Yes, dames en heren. Mijn naam is Erik da Silva. En vandaag zijn we weer in Arnhem voor de penalty shootout 16 plus editie. Ik zeg je eerlijk, ik ben nog steeds op zoek naar de penalty killer. Maar dit keer 16 plus. Laat het weten in de comments wie jouw favoriet is. En laten we beginnen. Let's go. Yo, Dekwan hier. Ik ben in mijn hometown, dus ik ga laten zien wat er is. 16 plus, ander soort editie. Hier gaan we echt zien wie echt de killer is. We gaan op zoek naar de Harry Kane. Nasser. Dit is appeltje eitje. Jawel. Oké, let's go. Dekwan! Hij zei het appeltje eitje. Appeltje eitje. Ah, dit is Dekwan, hè. Even rustig aan. Dit is misschien een warming up. Hij gaat ze hierna pakken. Even warming up, toch? Helemaal vanuit Den Bosch. Dat waardeer ik als mensen helemaal reizen voor dit. Ja. Helemaal vanuit Den Bosch. Ja. Maar ga niet missen, hè? Nee. Anders moet je weer terug naar Den Bosch. Ja, oké. Wat een redding van de keeper! Jij bent echt vervelend, man! Gemist? Dus dan wordt weer een enkeltje naar Den Bosch, man. Ik sta niet met Jesse. Dit moet wel voor je lukken. Waar speel je? Oké, wie is jullie concurrent? Arnhemse Boys, hier. Finale Arnhemse Boys, laatste minuut. Laat ze zien hoe het moet. Deze komt ook uit Den Bosch. Deze komt ook uit Den Bosch, maar jij moet scoren, anders wordt het ook voor jou een enkeltje. Nee, maar jij... Ik ga scoren. Jij gaat scoren. Oké. Okay. Oh, hier baal ik wel van, maar dan wordt wel een enkeltje naar Den Bosch. Wie staan wij hier? Neten, waar speel je? Ik speel deze bij Vitesse, maar ik speel nu bij ESA. Bij? ESA. Oké. Okay. Vitesse, hij gaat jullie laten zien dat jullie een foute keuze hebben gemaakt. Sterk en ingeknald. Eerlijk, Vitesse, ik zal hem toch wel terugnemen. Jullie gaan negatieren. Nee, grapje. Yo, Kevin, doos doos. De one and only Kudus. Jelano, vandaag ben je geen Kudus meer. Vandaag ben je echt Jelano. Dus jij gaat het waarmaken. Ja, ik hoop. Oké. Okay. Hij zegt go. Je hart, even kijken. Je hart gaat snel! Wow. Ik zeg je eerlijk, het is één van de twee. Of jij schiet slecht, of dit is echt een goede keeper. Dit is echt een goede keeper, hè? Quick, 1888. Quick. Als hij scoort, ik ben zijn zaakwaarnemer direct na het eerste. We praten straks over de papieren en zo, heet het? Hakim. Hey, geen Hakim hier, maar Hakim. Oké, okay, sterk. Je gaat hem in één keer dan, hè? We zien wel. Ja, het gaat ook snel. Hé, hey, jij lacht hem uit, hè? Ik zag jou lachen. Jij zag ze niet? Oké, kom, keeper uitdagen dan. Net hak je hem uit. Hij zag het nog steeds zelfs. Daag hem uit, als een flinke jongen. Daag hem nu uit. Je gaat liggen, zo. Oh, jij gaat liggen. Oh, 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 oh. Wat heb jij nu druk op jezelf gezet? Dekwan is zo vaak uitgedaagd, het boeit hem niet eens meer. Herhaling. Je gaat liggen, zo. Oh, jij gaat liggen. Dekwan, we hebben een tweede persoon voor jou. Ik ga jou. Hé, hey, hij is al verzekerd. Waar is dat praatje gebleven? Hij gaat niet halen. Hij zei tegen jou, jij zou niet halen. Wat is er gebeurd? Hij heeft zelf niet gehaald. Het is best om die kwam niet uit te dagen. Jij gaat hem uitdagen. Ja. Dit is Mamadou. Hij heeft iets goeds te maken. Ik ga vandaag zwemmen. Oké. Wat gebeurt er? Ik denk, weet je wat het is? Ik denk wanneer die camera aan is, jij krijgt veel stress door jouw lichaam. Maar je hebt niet gehaald. Wow, ik zag jou eerlijk. Jij lijkt op die kill van Feyenoord, zijn rookie. Jij hoeft jezelf niet te introduceren. Ik voel dat jij gaat scoren. Kom maar. Hij is echt een vervelende keeper, hè? Ah, hij is goed, man. Maar hij was slecht ingeschoten. NS, waar speel je? MSV. MSV, let's go. Dit is jouw moment.
Kwan, ik zeg je eerlijk, als ik kijk naar de rij, ik schrik gewoon. Ik ook. Maar ik zeg je eerlijk, je hebt veel ballen gepakt, man. Laat even een like achter voor Dequan en abonneer. Het is showtime. Gewoon doen. Gewoon doen. Dit voor de mensen thuis zeggen welke hoek je gaat schieten. Dus, rechts? Oké. Positieve punt, hij zei dat hij snel moest gaan. Nu kan hij wel gaan. Vervelende keeper Dequan. Ik ben echt aan het beseffen dat deze jongen echt een goede keeper is, man. Kom goed. Jij moet het doen, maatje. Vitesse. Nathan gaat jullie bewijzen dat jullie de grootste fout in jullie leven hebben gemaakt. Nathan! Ik heb jouw nachtmerrie gevonden! Ik heb jouw nachtmerrie gevonden! Eerlijk, sterk erin geschoten. Jij bent weer gereisd hier naartoe, maar jij gaat niet missen. Jij gaat op scoren, kom op. Luister, niet zelfverzekerd zijn, hè? Hij kan het in één keer eindigen, hè? Weet je zeker? Ja. Oké, okay, Dequan heeft gezegd, hij is jouw nachtmerrie. Heel zachtjes? Misschien doe ik nog wel een keer. Oké. Okay. Ik heb Nathan nu gecontracteerd. Dit was mijn enige speler. En mijn contactgegevens zijn info@erik.silver.nl. Deze jongen kan stage lopen op maandag en op dinsdag. Stuur me gewoon een mailtje. Oh. What? Ding. What? Herhaling. What a save. Dames en heren, dit zijn mijn twee spelers die ik heb gecontacteerd. Ze staan allebei in de finale. Laat in de comments weten voor wie jij bent. Voor team NEC. Of voor die Vitesse. Oh, doe maar en je moet toch naar nek. Maar boys, ik zeg je eerlijk, schud elkaar even nog de hand. Mogen de beste winnen. Ballen. Hij heeft echt ballen. Zakelijk, hij is nog steeds erin. Nathan, als hij pakt is alles klaar, hè? Is alles klaar, alles is vergeten weer. Reimagined. Mijn naam is Nathan en ik ben een penalty keeper voor Arnhem. Hey!